Wow. Ja, dit is echt. Maar dit is geloof ik niet. Ik weet niet of. Dat perkament is ook zo zacht. Ik leef nog in mijn ouders huis van zorgen onbewust. Wij gaan echt giebelend hierheen op vrijdag. Ja. Het liefst zou ik dit de hele week, zeg maar, doen, een tijdje. Ja. Ik wil dit ook als werk. Het is echt, eigenlijk is dit mijn dag weekend zo, dat ik hier aan mag werken. Het is echt heerlijk. Ja, dat is dan het vingertje, denk ik. Is het vingertje? Ik ben hier terechtgekomen via Erfgoedfestival Gelderland. En die vroegen mij om artist in residence te worden. En het was dan de bedoeling dat ik iets maakte. Waarbij ik me zou laten inspireren door die bijzondere collecties van, van de Radboud Universiteit. Zo. Ja, er zitten allerlei fantastische dingen natuurlijk in het boek. Wat ik heel leuk vind is de middeleeuwse woordzoeker. Die is gemaakt van initialen die we uit een handschrift hebben geknipt. Niet met een schaar, maar digitaal. En ik vind de kikkerorganenpuzzel heel leuk. We hebben echt gezocht naar een forum waarin we de volle breedte van de collectie kunnen laten zien. Omdat er zoveel staat en ook zoveel interessants. Ik ben nog niet eens in elke gang geweest van het depot. Nee. Elke bijzondere collectie heeft weer andere accenten. Van medische encyclopedieën tot prachtige atlassen tot dichtbundels, kinderboeken, ja, alles wat je nu in de bibliotheek of boekwinkel kunt vinden, was er toen ook wel. Ik sla hem echt open bij een hele mooie tulp. Oh, kijk! Kijk nou! Ja! Over een week of twee komt het boek van de drukker. Dus dan kunnen we het echt vasthouden. Ja. Dat wordt wel een momentje, denk ik, want we hebben er heel hard aan gewerkt. En dat heet Zwerfgoed, het doekboek ter lering en de vermaak. Ik hoop heel erg dat ze zich willen gaan verdiepen naar aanleiding van ons boek. En het leuke is ook, een heel groot deel van wat hier in de collectie staat, is ook digitaal beschikbaar. En dat is natuurlijk heel fijn voor de kijker thuis. Ja.